Goeiedag, dames en heren. De ene renner blijft triest in het hotel achter. Er zit er één op de grond, geraakt. Het wordt een massasprint en er wint iemand. Een Zuid-Afrikaan krijgt de gele trui en ze hadden allemaal angst. En ze leeft nog steeds in 86. Kleed mij uit, dat is haar lied. Wij proberen de tour aan te kleden op een manier zoals u dat van ons gewend bent. En dan begin je ook altijd meteen met de eerste man aan tafel die de etappe gevolgd heeft. Edwin, wat heb je vandaag gezien? Het is meer een moment van gisteren en vandaag. Of van de toekomst. Op 21 juli wordt prins Philip gekroond tot koning van België. Er bestond een hele kleine kans, een kans, dat die dag een nieuwe andere koning van België zou opstaan. Jurgen van den Broek, de enige Belgische kopman in de Tour. Hij wilde het podium, zei hij, na zijn vierde plaats, 2 jaar geleden. Had de Tour willen winnen, zei hij ook. Dat kan daar gisteren niet meer. Hij viel in de tweede linie van de sprint. En vandaag is hij met waarschijnlijk gescheurde kniebanden teruggekeerd naar België. En prins Philip kan opgelucht ademhalen. Hij is straks de enige naar de Champs-Élysées. Goed. Het volgende beeld laat ik u meteen zien. En dan heeft u geen idee wat dit is. Wow, ja, oké, het is een hotel in Marseille. En hier loopt een man en die heet Marijn Poels. Dit is Marijn Poels. Hey. En die ziet zijn neef. Hey. Dit is niet echt gespeeld, maar een beetje. Ja, fantastisch. De twee neven. Ja, lekker. Lange dag. Ja, hè? Enige gelijkenis is duidelijk. Marijn, ja, je gaat naar je neef toe. Ja. Waarom? Mooi. Mooi? Mooi, om te kijken hoe je weer terug is. Ja. Om te kijken hoe je ervoor staat. Of je nog gezond is. En omdat ik een film heb gemaakt over de revalidatie, zeg maar. Van je eigen neef? Van mijn eigen neef, ja. Ja. L1, Limburg 1, dat was zo'n beetje jouw opdrachtgever. Vroeg aan jou, wil je wat met je neef? Ja, het leefde waarschijnlijk al wat langer bij L1. Maar ze vroegen mij rond augustus van, zou ik misschien leuk vinden om het revalidatieproces van Wout, wat hij nu doormaakt, zeg maar, in beeld te brengen. Ja. Door middel van documenteren. En aanvankelijk had ik daar mijn twijfels over. A, omdat het mijn neef is. En ik dacht misschien sta ik er wel te dichtbij om het te doen. Maar B ook, ik dacht van ja, laat Wout nou lekker gezond worden. En zoveel mogelijk wat er voor hem staat, zit hem alleen maar in de weg. Ja. Maar ja, na 2 dagen belde ik Wout toch op en ik zeg, Wout, wat vind je ervan? Ah, hij zegt, het is te gek, doe we. Dat werd retour. En retour heb ik hier in mijn hand. En we gaan straks naar beelden kijken van hoe de ene neef de andere neef ziet revalideren. De derde gast aan tafel zou u kunnen kennen als u het profrennen in Nederland volgt. Dit is de sprint van het Nederlands kampioenschap 2011 in Twente. En Pim Lichtgaard wordt kampioen en Bram Tankink wordt tweede. En de derde man, die ziet u zo direct op het podium rechts staan in een groen shirt. Dit is de huiskamervraag. Wie was die man? Die man zit hier gewoon bij ons aan tafel. Reinier Honig, hartelijk welkom. Dank je. Dat is 2011. Je leeft nog, je bestaat nog. Je bent nog renner. Ja, ik ben nog renner. Ja, klopt. Voor welke ploeg fiets jij? Krelan Euvenie. Nu gaan een heleboel mensen in Nederland gaan de knop omzetten. Wat zei die? Krelan Euvenie. Maar ik zeg er altijd bij de ploeg van Sven Nys. En dan wordt het snel duidelijk. Oké, Sven Nys is een Belg. En je rijdt dus nu in een Belgische ploeg. Ja, klopt. Ben jij zo'n renner die, net als ieder ander, gedacht heeft, ik moet ooit een keer in de Tour uitkomen? Ja, dat is wel denk ik de droom van elke profrenner. Ik denk wel dat iedere renner ooit een keer de Tour wil rijden. Ja. Dat heeft er bij jou bij lange niet in gezeten. Nu sta je aan de andere kant van de draad. Vind je dat eng, gek, vreemd, leuk, aardig? Ik vond het leuk, maar ook wel gek. Je kijkt natuurlijk eigenlijk nooit bij een wielerwedstrijd. En om dan zo te kijken en de Tour te zien is wel gek. Dat is eigenlijk wel dat je denkt van, hoor ik hier wel helemaal bij? Dus. Ja. Maar het was wel leuk. Ja. Hier, kijk. Dit is Johnny. Ja. Johnny en jij zijn vrienden van? Ja. Hoe lang al geleden? Vanaf de junioren eigenlijk. Vanaf de junioren? Ja. En Hilaire ken je ken je al een eeuw? Ik rij 6 kermiscours in 8 dagen. Dan hoef ik toch niet te trainen, Hilaire? Ja. Nee. Ja, vorig jaar. Is dat een gek idee dat je als renner die kermiscours rijdt, wat je zelf zegt, je rijdt er 6 in 8 dagen, ja, klopt. Dat je bij de grote mannen gaat kijken? Ja, dat is wel gek. Dan sta je wel een beetje af en toe zo. Dat je denkt, ben ik nou een fan hier of sta ik hier achter het hek te doen? Nou, en dan komen die jongens op je af en die maken een praatje, dan voel je wel weer thuis. Maar als je daar gewoon een beetje niks staat te doen, dan is dat wel een heel raar gevoel.
Goed. We gaan met z'n vieren gaan we kijken en met u thuis naar de etappe van de dag. Die begint in Aix-en-Provence. Dat ligt boven Marseille. En dan rijden ze door dat Franse land dat zo warm en droog kan zijn. En dit is een Spanjaard in Franse dienst. Hij rijdt bij Cofidis. En die man die rijdt precies 1 uur voorop en dan halen ze hem in. Hey. En ik laat u dit in versneld vorm zien, omdat we de hele dag, maar dan ook werkelijk de hele dag, dit soort rotondes hadden. Dat met het volle peloton erop afstormen, een goede plaats zoeken. Kijk, hupsakee, en dan komt de volgende. En dat is zo zwaar en dat vraagt zoveel van de renners. En hup, weer bij elkaar. En dan ineens valpartij in het peloton. Chut, dan le peloton. Cavendish. En Cavendish wordt door Vacan Soleil magistraal naar voren gereden. Er waren wat meer mensen bij. En hoe is het met het vermogen om te anticiperen? Hoppa, zegt Cavendish. Hij is nog heel scherp, maar hij moet wel een gat van een minuut terug dichtrijden. En Nicky Terpstra zorgt dan later heel goed voor Cavendish. Maar dit is erg. Brajkovic. Dit heet Boom Au. Janus. Een fiets en een mens. En zo heeft hij meer dan een minuut gezeten. Dit heet echt knock-out. De arts van de ronde erbij. Hij peddelt naar de finish. En hij zal vandaag verder opgeven. Kijk eens aan. Triest. Dit was ooit de opvolger van misschien wel de gele truidrager. We gaan naar de sprint. En de sprint ligt in Montpellier. De sportschat van Frankrijk. En er is één man die heel goed gekeken heeft. Henderson is de lead-out man voor Lotto. Henderson is een Nieuw-Zeelander die getactileerd is van binnen en van buiten. Die durft alles en die gooit zich hier in de strijd. Cavendish is erbij, Greipel is erbij en voor de rest nog wat ander sprintgoed. Maar ook Kittel. En kan Kittel het aan? En dan zegt Greipel, ik neem de binnenbocht. Heel goed heeft hij het tourboek gelezen. Greipel heeft voordeel van de binnenbocht en Greipel wint deze etappe. En dat doet hij op een Jerommeke-achtige wijze. Als je slim bent, dan kan je ook winnen. Sagan komt niet aan het achterwiel. Cavendish probeert de sprong te maken. Kittel komt tekort. Cavendish wordt hier gepasseerd door Kittel aan de linkerkant. Greipel is niet meer te pakken. Sagan geeft nog gas. Cavendish geeft op. Kittel wordt derde. Achtste wordt Van Poppel in deze sprint. Greipel heeft dus na zijn 3 overwinningen van verleden jaar nu zijn zegen te pakken en dat laten zien. Maar dit is een belangrijk moment voor het wereldwielrennen. Hier is Daryl Impé uit Zuid-Afrika, geboren in Johannesburg. De eerste man ooit uit dat land dat nu een gele trui te vieren heeft. Daar staat het. We gaan straks uitleggen hoe dat komt. Boas van Hagen staat tweede en Gerrans is naar de derde plaats verhuisd voor Albasini Kwiatkowski. Kijk, er is weinig verschil en zo is het gegaan. Dat is de etappe van de dag. Dan ga ik even haast maken. Dan zouden we eigenlijk over de sprint moeten gaan praten, maar dat laat ik zo direct nog wel aan u zien. Want het is Pools Day. En ergens aan de andere kant van deze stad zit Wout Poels. U weet inmiddels dat Marijn, zijn neef, hier zit. En dan gaan we maar eens kijken hoe we dat op moeten bouwen. Marijn, jij bent gisteren ben je naar hem. Even dit. Hoe vaak zien jullie elkaar per jaar als je hem niet filmt? Alleen bij de verjaardag van tante en ooms of niet? Nou, ook dat nog niet. Maar we hebben wel een bepaald contact. Ja. Wat niet zozeer uitkomt op bij elkaar over de vloer komen, maar ook ja, het contact met sms, e-mail, elkaar een steuntje in de rug zijn als dat nodig is. Jij bent blij met zijn successen als fietser en hij ziet jou als filmer en daar is hij blij om. Ja, ja, jij woont overigens in Berlijn, ja. Maar aan je spraak te horen is Noord-Limburg je nog zeer lief. Nog zeker weten. Dat is echt thuis. Ja, zeker. Ja. En dat blijft het ook. Ja. En okay. Hier vooral in de Bourgondische, daar voel ik me alweer meteen in het oude Limburg. Ja. Maar nu dit. Dan sta je in zo'n hotel en dan komen die neven en dan proberen jullie allebei niet te acteren. Jullie doen zo normaal mogelijk. Je loopt door die gang heen en dan laat Wout jou zien hoe hij leeft. Mm-hmm. En wij in Nederland en België mogen meekijken. En meeluisteren vanaf dit moment zo ongeveer. Want daar ligt een kussen, let op. Kijk, nu, dit is nog op zich wel een fatsoenlijk kussen. Maar af en toe kijk je van die worsten, die zijn de helft van dit. En dat is niks, dus dan heb ik mooi mijn eigen kussen. Kijk, gedrapeerd en al, hè. Dat is een kussenlop van Anouk, hè. Of eigenlijk is een kussen van Anouk, was daar... Kijk, ik wil een kussen, dus ik neem ik even mee. Respect. Ja, maar dat is wel fijn, dan heb je altijd een goede kussen, dat is wel lekker. Hier mijn kaartjes.
Kijk, dit is om je overmorgen, dat is al cool van tweede categorie. En wanneer ga je los? Ik hoop dan een keer. Of deze, dit denk ik ook. Kijk, dit ook mooi. Dit is mijn finish berg op. Deze. Oh ja. Dat is ook wel mooi. Hopelijk moet nog een beetje in orde zijn, maar op zich voel ik me goed, dus ik kijk er wel uit. Nou, het gaat ook goed. Ja. Toch? Eindklassement is hoeveel nu? Ja, dat is nu nog niet iets van 40 of zo, 39. Nou ja, van de. Ja, maar dat alleen de eerste 20 telt. Voor mij. De rest heeft niet zoveel. Dat klopt. Hou zo. Net als Perry, man. Is er iets van trots? Ja, absoluut. Ik heb Wout in een hele andere situatie meegemaakt. En ik zie hem nu. Ik zie er wat branden bij Wout. En ik zie daar iets borrelen. En ik heb het idee dat ergens. Ik hoop het ook dat ergens in deze twee weken het beest loskomt. Het beest pools. En dat gun ik Wout en dat gun ik de ploeg. Hij zegt 40, hij is al beste Nederlander. Hij staat beste Nederlander. Hè? Ja. Hij staat 4 seconden voor Mollema. Maar ja, wat hij zegt, 20 telt en daarboven niet. En dat is een spirit die je zoekt in een winnaar. En de uitdagende blik die hij had in de hotelkamer, dat doet me goed. En daar heb ik vertrouwen in. En ik denk dat we er nog wel wat van kunnen verwachten, ja. Goed, volgende foto. Misschien ook wel veelzeggend. Kijk eens naar dit. Rechts is Wout Poels, links is Reinier Honig. En dit zijn twee wielrenners die samen een kamer delen en op trainingskamp zijn. Oh, Reinier, wat zie je er schattig uit zo. Wat is Wout van jou? Een trainingsmaat? Ja, een maatje? Een goede vriend. Ja? Ja. Ja. Dus jij hebt wat hij op de film heeft proberen neer te leggen, heb jij eigenlijk in het echt gezien? Ja. Ik heb hem van dichtbij zien terugkomen. Ik spreek hem misschien bijna elke dag. Dus via WhatsApp is dat tegenwoordig heel gemakkelijk. Ja. Waarom trainen jullie samen? Jij rijdt bij een Belgisch ploegje. Je hebt natuurlijk bij Van Gansel blijven zitten. Ja. Ja. Waren jullie altijd close? Ja, nou eigenlijk is hij toen hij eerstejaars amateur was bij mij in de ploeg terechtgekomen. En zo, hij woont in Noord-Limburg, waar het zo vlak is als iets. En ik in Maastricht, waar de heuvels zijn. Dus ik zei, kom maar een keer wel bij mij. Even bij dat jij een Zaankanter gedaan Ja. Dus ik zei, kom een keer bij mij trainen. En zo is eigenlijk die klik ontstaan. En we gaan nog steeds veel met elkaar om. En hij komt bij me trainen, ik kom bij hem thuis. En zijn samen op trainingskamp geweest. Dus er zitten eigenlijk twee mannen die een beetje Wout Poels gek zijn. Daar komt het op neer. Ja. Dat zijn we eigenlijk wel allemaal geworden na de 6e etappe van verleden jaar. Toen die etappe naar Metz, weet u nog wel, met die idiote valpartij, waar er veel te veel mensen lagen. En waar die ene renner één foto opleverde die te eng was om naar te kijken. Dit is precies een jaar geleden. En je zegt van, dat kan bijna niet. Dat zo iemand ooit nog op de fiets kan komen. We hebben toen allerlei berichten de wereld ingestuurd. Want het was er niet allemaal kapot. Leven gebroken, mild. Leven als mild, klaplom. Ja, alles. Ik bedoel, er was heel weinig over. Ja. Nou. Wanneer ben jij begonnen met het idee? Ik ga zijn revalidatie nu filmen. Op het moment dat de laatste week dat de slangen bij Wout aan zijn lijf zaten. Dat was de slang om de nier te laten functioneren. En toen die slangen eruit gingen, ben ik begonnen met het filmen. Want ja, die slangen hebben daar 3 maanden in gezeten. Ja. Dat levert niet echt het verhaal op waar ik op zit te wachten. Dus daarna ben ik eigenlijk hem gaan volgen. Oké, dan beginnen we nu met Retour. Met medewerking van L1 is hier de ene neef met de ander. 3 maanden niet gefietst, eigenlijk helemaal niks gedaan en dan moet je weer beginnen. Dus we hadden mijn laatste slangetje verwijderd, want dat was een slangetje van mijn nier naar mijn blaas. En toen na 2 dagen mocht ik weer de fiets op. En dat is wel apart om weer je fietskleren aan te doen, die fiets klaar te zetten, je fietsschoenen aan te doen, om die fiets te stappen en dan je eerste pedaalslagen weer maken. Gaat nog allemaal goed komen, kom ik nog wel op mijn oude niveau terug. Dat denk je wel af en toe, en je hebt tijd genoeg om erover na te denken. Dus ik heb daar niet bewust niet heel veel proberen aan te denken. Maar ja, want dan maak je jezelf ook alleen maar van binnen gek. Dat, Marijn, was dus het eerste moment op de fiets. Jij was dus echt, zoals het heet, embedded.
Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, closer kon niet. Nee, ja? Absoluut. Heb je alles laten zien wat je wilde laten zien? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben er zo dichtbij gekomen dat ik die film heb kunnen maken die ik had gehoopt te kunnen maken. En dit fragment wat je zag, dat vind ik een van de meest ontroerende momenten eigenlijk. Maar ook de meest momenten dat ik zeg van ja, dit is waarschijnlijk topsport. Wout geeft aan in de film dat hij zich stierlijk dood verveelde in die 3 maanden. Dat hij niet op de fiets mocht zitten, want hij had geen hobby's. Hij had niks anders, alleen maar wielrennen. Heb jij toen contact met hem gehad? Ja, heel veel. Ja. Nog voordat hij daar op de fiets zat, zat hij een keer op de brommer. Toen was ik bij hem thuis. Toen dacht hij van, op die fiets gaat nog niet. Maar ik ga met die zak nog aan zijn been. Met die zak met urine nog aan zijn been zat hij op de brommer te rijden om met mij een stukje mee te rijden. Zeg maar. Dat ik ging trainen, zat hij op de brommer. Zijn er meer renners geweest die hun sociale vermogen hebben aangesproken om een renner die zo ver weg is gevallen te helpen? Waren jullie met meerdere? Of? Ja, ik denk dat hij vanuit de ploeg natuurlijk ook heel veel op zich contact heeft gehad met renners. Maar ik weet niet precies met wie en hoe. Jij ging er graag heen? Ja, ik ga altijd graag. Hij kwam bij mij. Dan kwam hij bij mijn vader, ging een rondje varen met de boot. En had hij ook wat te doen, ja. Een beetje zitten, varen. Hij verveelde zich echt? Ja, hij verveelde zich stierlijk, echt waar. Ja. En als je niks anders hebt dan sport, dan is er ook geen andere optie als weer op die fiets krabbelen. En hoe pijn het ook doet, of hoe lastig het ook is, misschien wel tegen beter weten in, probeert hij het en uiteindelijk zien we hem hier weer in de Tour zitten. En dat is een wonder, want ergens in die documentaire hoor je de artsen spreken dan op dat moment. En als je hoort wat de artsen zeggen, die zijn vrij realistisch, is het eigenlijk een wonder dat Wout nu 40ste staat en gewoon naar de Tour. Want ze zeggen, een breuk herstelt wel, maar hij heeft zulke klappen gekregen, vooral je organen, die klappen. Dus het geeft enorme problemen in de stofwisseling. Er verandert van alles binnen in je lichaam. En de arts zegt letterlijk, zijn vaste arts in Weert, het zal heel erg moeilijk zijn om ooit weer het niveau van topsporten te bereiken wat jij ooit gehad hebt. Mogelijk is het, maar heel erg moeilijk. En ik geloof, de Tour de France is topsport. Ja, dat is een beetje En hij is er klaar voor, ja, lijkt fantastisch. Het. Ja. Het is een paar kilometer, maar hij moet nu wel klaar zijn. Wout, kan jij ongeveer meekrijgen wat wij nu zeggen? En heb je door dat we het echt over jou hebben? Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb het de laatste 5 minuten hebben gehoord. Ja. En hebben we onzin gesproken of niet? Nee, jullie hebben geen onzin gesproken. Het feit dat je daar staat, vinden wij dus allemaal een raadsel. En jij zelf? Ik ben er natuurlijk zelf heel blij mee. Kijk, het is ik denk vorig jaar, bijna een jaar geleden met die val. En dat je nou dan weer meedoet hier in een peloton, dat is wel heel mooi. Ja, waardoor komt dat? Is dat omdat het bijna een wonder is? Ben je heel goed geholpen? Of had je je mind gezet op van ik zal en moet terugkomen? Kijk, na die val, dan doe je er natuurlijk alles aan om weer terug te komen. En het lichaam laat het toe wanneer je weer kan trainen, wanneer je alles kan gaan doen. En ik heb gewoon geluk gehad dat we alles eigenlijk heel goed is hersteld. En ik weer dit niveau kan halen. Ja, we hebben net beelden gezien dat jij in je eigen keldertje zit te trappen. Dat is voor het eerst dat je weer die fiets aanraakt. Ik wil nu even gaan kijken. Ja. Als je voor het eerst buiten gaat rijden, dus dan neemt Marijn je mee naar buiten. Dus deel 2 van Retour. Oké. Okay. En toen naar buiten. En dat was ook wel lekker weer. Schoenen weer aan, fietskleren weer aan, bandjes oppompen. En dan een rondje fietsen, dus dat was wel lekker, maar ook wel wennen. Kijk, normaal dan zie je train ik weer 5-6 uur per dag. En dan een uurtje en dan was je al moe en deed alles weer pijn eigenlijk. Dus het hele lichaam moest weer overal aan wennen. Ik weet wel, als je lang niks doet en dan weer ergens aan moet beginnen, dan is het altijd wennen. Dus, maar ik dacht meer van, het is een stapje in de goede richting en we kunnen weer gaan opbouwen.
We zien je door het Limburgse land rijden, Wout. Is het een gek idee dat je eigen neef jou zo heeft laten zien aan ons allen? Nou, eigenlijk gek niet. Ik vond eigenlijk, eerst toen hij het vroeg, toen twijfelde ik eigenlijk wel van wil ik dit wel? En zit er altijd iemand om me heen? Maar omdat het mijn eigen neef was, maakt het eigenlijk misschien ook wel heel makkelijker om dat te doen en om iemand zo toe te laten in je leven eigenlijk. Is het een hele eerlijke film geworden die hij gemaakt heeft? Ja, dat vind ik wel. Toen ik heb hem van tevoren ook niet gezien voor de première toen hij in de bioscoop kwam. En ja, ik vond het wel een hele mooie, eerlijke film en ja, die echt klopt, zeg maar. Ja. Zoals je er nu bij staat, heb je nog ergens pijn? Heb je nog ergens last? Kan je nog iets niet? Of verzwijg je dat? Nee, ik heb nergens last meer van. Mijn nier, er is een stukje van afgescheurd. Dat is ook niet meer aangegroeid, maar die nier is wel zelf dichtgegroeid. En dat is eigenlijk het enige wat ik eraan heb overgehouden uiteindelijk. En die twee nieren samen, die functioneren gewoon nog heel goed. En ja, ik heb gelukkig nergens geen pijn meer aan, nergens last van, ook niet tijdens het fietsen. En dat is wel een hele opluchting en ook wel heel fijn om zo weer mee te kunnen fietsen. Ik wil dan aan Wout vragen, fysiek ben je helemaal hersteld, Wout. De film eindigt in de Ronde van Algarve, waar je voor het eerst weer aan een koers meedoet. Nu kom je in de Tour, er zijn elke dag valpartijen, we zien ze altijd weer. Hoe is het geestelijk, hoe overwin je, of heb je die nog niet overwonnen, de angst voor valpartijen? Ja, nou kijk, die angst zat er altijd wel een beetje in om te vallen natuurlijk. En kijk, zo vallen als vorig jaar, ik hoop dat mijn laatste was in mijn carrière zo zwaar. En waarschijnlijk ga ik nog wel een paar keer onderuit. Maar je bent wel bij elke etappe blij als je weer uit over de finish komt. Ook vandaag zie je ze links en rechts weer om je oren vliegen. En dan ben ik wel blij dat ik gewoon zonder schade over de finish kom. Verbaas je jezelf? Nou goed, ik ben al een tijdje bezig natuurlijk dit seizoen en in die trainer werd ik mijn eerste wildtourkoers weer, werd ik 10 in het klassement en de Ronde van Baskeland ook wildtour 9e. Dus ik wist wel dat ik weer een heel goed niveau had. En dus ja, ik wist wel dat ik dit aan zou moeten kunnen tot nu toe. Ja, nou hoorde je weer straks met je neef op de kamer en dan heb jij het over het algemeen klassement. Je zegt nou, ik sta ergens rond de 40ste plaats, maar ik moet binnen de 20. Ja. Is dat reëel om dat van jezelf te vragen of te eisen? Nou, ik denk het wel. Kijk, nu morgen wordt het al iets lastiger en van het weekend komen de echte bergetappes. En dan weet je wel vrij snel waar je staat. En tot nu toe voel ik me heel goed. Ook de vlakke etappes verteer ik ook goed. En dus ik kijk er wel echt naar uit na het weekend om dan te kijken als ik echt een klassement kort kan gaan rijden. Ja, ben jij een medisch wonder of zijn alle poolsen zo sterk? Ik denk dat alle poolsen zo sterk zijn. Ja? Precies, Wout. Ja, ja. Nou, die neef van je heeft een probleem met zijn leeftijd en zo, hoor. Dus, Ben je trots op die film, Wout, dat dit van je gemaakt is? Ja, daar ben ik wel trots op. Ja. Dat is wel, dat vind ik wel iets heel moois, ook voor later. Ik denk, dat is wel een heel mooi stukje wat ik altijd bij me zal blijven hebben. En daar ben ik wel trots op, ja. Nou, hartstikke bedankt dat je om deze klok nog even voor de camera wilde staan. Heb je veel geleden, zoals het heet, in de afgelopen dagen? Of zit er nog heel veel in de benen? Nou, ik heb wel wat geleden, maar... Het beste zit er nog in. Goed zo, hou het zo en we kijken naar je uit. Nu gaan we die neef van je, die gaan we het hemd van het lijf vragen. Bedankt dat je daar was en slaap lekker. Hoi, dag Wout. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Mooi, hè? Hoe vind je dat nu? Mooi om te horen. Hoeveel van die Poolsen zijn er eigenlijk daar in dat Noord-Limburgse? Oh, er zijn hoeveel, er stiekem... Hoeveel hebben er vanavond zitten kijken? Er zijn er stiekem veel. Ja? Ja, nee, absoluut. We hebben wat dat betreft... Poolsen is een hele grote familie. We hadden onlangs nog een reunie waar 160 mensen. Dus, en daar was Wout niet bij. Want? Hij moest koersen. Hij moest koersen. Zijn oudere broer fietst ook. Heeft hem in het wielrennen getrokken. Ja, absoluut. Ja. Norbert Poels, zijn oudste broer, in hetzelfde team. Hè. Ja. En, heb jij ooit op een fiets gezeten? Naar de basisschool. En dat ja, was het? Dat was het, ja. En jij bent de artistieke kant op gegaan. Ja, ik observeer al liever, ja. En, ja nee. Waar was jij verleden jaar op de dag van de 6e etappe? Ik geloof het was Sierra Leone waar ik was. En ik kreeg een sms'je van mijn vader, fervent wielrenliefhebber, voorzitter van de fanclub van de Wout Poels. En Wout is gevallen in Tour de France. Ja, en ik zat in een hele andere situatie natuurlijk. Ik was bezig met andere problemen.
Dus dat sms'je is bij mij niet zo hard binnengekomen hoe dat het eigenlijk zou moeten. En toen kwam ik thuis en ik zag de beelden op de NOS. En ja, toen dacht ik, shit, ja, dat is toch heftiger als ik dacht. Ja. Waar was jij? Ik zat in China, in Qinghai Lake. En ik kwam terug op zaterdagnacht en toen lag hij inmiddels al in Venlo, 2 weken later, in de intensive care. Maar ik wist niet dat hij geen bezoek mocht ontvangen. Dus ik ben gelijk vanaf het vliegveld, hup, naar Venlo gereden. Ik stond daar aan de deur op zondagochtend. Vrienden voor eeuwig, ja. En toen, ja, mocht je erin? Ja, toen zei ze, ja, er is hier een jongen voor je. En hij zo, ja, wie is dat dan? Ja, Reinier Roon. Oh, laat die maar binnen, had hij gezegd. Dus toen mocht ik door, want Schrok je toen? Ja, toen schrok ik wel. Want? Toen schrok ik wel. We hadden wel een beetje praatjes, maar er lag echt een hoopje ellende, lag er in een bed, ja. Dus die witte lakens, hij zag zelf net zo wit als die lakens. Dus nee, het was echt. Toen was ik wel een beetje geschrokken. Want je krijgt het niet echt mee. Je denkt valpartij en je wielrenner staat weer op. Hij is nog naar de finish gereden zelfs, of bijna tot de finish. Ja. Dan denk je, nou, het zal allemaal wel. Maar als je hem dan ziet liggen, denk je wel van oei. En je moet niet vergeten, het is de zoveelste klap. Het is niet alleen die valpartij, maar het is de tweede keer dat hij de Tour moet verlaten. Ja. Tussentijds zijn vader verloren. En dus dat zijn 3 flinke klappen die hij heeft moeten verwerken, zeg maar. En ja, dan is het nog meer een wonder dat hij dan nu weer zo vrolijk en zo krachtig bij staat. Ja, dat nou een mens kan. En ik sta er altijd stil bij dit soort gevallen, zoals Van den Broek, ook van gisteren, de breekbaarheid van een wielrenner. Je hebt iets met een Spanjaard een keer meegemaakt. Ja, dat is wel een heel heftig verhaal met Javier Ochoa, waar een tweelingbroer is. Javier Ochoa won ooit op Autocam met Lance Armstrong, die achter hem aanjoeg. Van 10 minuten terugkwam tot 1 minuut en Javier hield het vol. En 2 jaar later werden ze allebei, het zijn tweelingen, Javier en Ricardo, weer aangereden door een automobilist op een weg. Ik heb toevallig de Memorial Ochoa gewonnen in Spanje. Echt waar? Dus, ja. Goed, man. Ja. Ja. Maar een kleine wereld. Ja. Nee, en als je dat, ik had een stukje medisch rapport, hoe iemand naar zijn broer overleed. Dan moest de vader van zijn vriend moest komen om te identificeren welke van de twee was overleden. En welke zou doodgaan, zeiden de artsen, want hij moest zeker dood. Hij had, de toestand van de patiënt is zeer ernstig, hersenletsel, kneuzing met bloeding, rugletsel, met aantasting van de 6e tot en met 10e wervel. Aantasting van het ruggenmerg, meerdere breuken in de ribben, kneuzing van de long. Breuk van de opperarmbenen, breuk van de linker kuit en scheenbeen. Instabiel bloedpatroon, 65 dagen in coma, 600 hechtingen. Het lichaam, het was volledig verbrijzeld en iedereen wachtte tot de ziel ook zou doodgaan. En? Hij is weer wakker geworden. Hij is wel zowel geestelijk als fysiek gehandicapt, heeft geen recent geheugen meer. Hij heeft 6 oedemen in zijn hersens. Hij is Paralympisch wielrenner geworden. Hele leuke, hele aardige jongen. Ik ben bij hem thuis geweest. En de automobilist die gewoon de vluchtstrook op was gereden, zonder verzekering zelfs, die is veroordeeld tot een boete. En dat was alles. Maar die bescherming. Ik reed vandaag over een weg bij Serta op de fiets, waar de auto's 110 km per uur mochten. Ik denk, wegwezen van die weg. Voorzichtig. Ja. Dit zijn verhalen. Hier is een ander verhaal uit de oude doos. Joost. Heeft zich in de wielersport ooit een ontroerender vader-zoon moment voorgedaan dan in de 8e etappe van de Giro van 2000? Het middengebergte, een kopgroep. Onder hen een slungelige Belg van Mapei, de Jordi Cruijff van de koers, Axel. Wanneer Axel Merckx in een afdaling een bocht mist en in het groen van een ravijn verdwijnt, stijgt de temperatuur in de commentaarcabine van de Belgische televisie een graad of 5. Er is opwinding, paniek zelfs. En er is het ongeruste gebrom van een co-commentator in een zwart-wit geblokt theedoek overhemd. 20 kilometer later gaat Merckx als eerste over de streep. Zijn Giro is geslaagd, roept Michel Wuits. De co-commentator zegt niets. Op zijn gezicht tekent zich een opgetogendheid af die je moet kennen om hem te herkennen. Eddy Merckx zwijgt. Een gelukkig zwijgen. Vaders en zonen. Wie kent nog het verhaal van Claudio Chiappucci? In het gemeenschappelijk geheugen heeft Claudio Chiappucci alleen een moeder, Renate, een vrome vrouw met talent voor hysterie. Maar Renate had een echtgenoot, ooit Arduino.
Arduino Chiappucci was in de oorlog gelegerd geweest in Ethiopië. In door de zon verhitte barakken deelde Arduino zijn etenskom met een tanige jongen met een haviksneus. Ze werden vrienden, Arduino en de jongen. Overdag praten ze 100 uit, 's nachts liepen ze dicht tegen elkaar aan. Die jongen heette Fausto Coppi. Een jeugd lang moest Claudio Chiappucci de verhalen van zijn vader over diens vriendschap met Coppi aanhoren en hoe Arduino niets liever zou willen dan dat zijn zoon ooit... In 1990 reed Claudio Chiappucci de slottijdrit in het geel. In de jaren erna won hij 2 keer de bolletjestrui en in 1992 de koninginnenrit naar Sestriere. Zwalkend bereikte hij het skistation. Toen hij de finishlijn passeerde, huilde hij. Een huilbui van 50 jaar oud. Arduino Chiappucci maakte de triomfen van zijn zoon niet meer mee. Hij stierf op 21 februari 1985. Een dag eerder had Claudio in de Trofeo La Guardia zijn profdebuut gemaakt. Dat was toen, dit is nu. We praten over de sprintoverwinning van Greipel, de Duitser. En Reinier, jij helpt ons daarbij, want jij gaat aangeven wat er gebeurt in de voorbereiding van de sprint. In het mineren, in het treintjes maken. De eerste beelden graag. Wat gebeurt er? Ja, je ziet hier dat Quickstep probeert eigenlijk te controleren. Maar dat al die klassementsploegen hun klassementsrenner van voren willen houden. Dus bijvoorbeeld die blauwe is klassementsrenners, hè? Ja, dat is Sato met Contador. Ja, deze mensen lossen. Dat die mannen zich gewoon kapot moeten rijden veel te vroeg. En zo mannen tekort komen op het laatst om Cavendish nog van voren te brengen. Dus het is eigenlijk heel gevaarlijk voor sprinters, omdat er klassementrenners tussen zitten. Ja, dat is altijd de strijd tussen sprinters en klassementsrenners. Maar hier zag je vandaag echt duidelijk dat Cavendish gewoon mannen tekort kwam. Door, in mijn ogen, dat die klassementsploegen zou komen wringen. De weg is maar 7 meter breed, dat is het. En eigenlijk zouden klassementrenners, wou jij zeggen, wegwezen? Nou ja, natuurlijk niet. Die moeten hun klassement rijden. Ja, maar ze willen weg zijn. Ja. Nou, in de uitslag zie je dan ook iets heel opvallends. Gerrans is het gele trui, heeft hij aan zijn ploegmaat MP overgegeven, omdat hij 5 seconden verloor. De breuk is bij plaats 16. Ja. Dus de eerste 16 zijn sprinters en hun helpers. Dan nummer 17 is Cadel Evans. Dan komt Froome. Dan komt Contador, Valverde, Rodriguez. Alle klassementsrenners tussen de 17 en de 30. Dus die zitten er echt vlak achter. Maar die zijn dus allemaal bang geweest om te vallen. En daarom zitten ze voorin. En daarom is dat gedrang. Ja. Ja? En daarom moet Quickstep zo hard rijden dat ze op het eind mannen tekort komen. Die denken van, ja, we willen niet in dat gedrang, we moeten harder. Ja. Dus ja, die zijn eigenlijk te vroeg een ploeg aan het komt ontroken. Er een volgend treintje, Nederlands treintje, van de Argos-ploeg. Want die hebben Kittel. Ja. Doen zij het goed hier of zijn ze er vroeg? Ze zijn vrij vroeg, maar Dumoulin die neemt een hele lange beurt voor zijn rekening. Ja. Die rijdt echt vreselijk hard. Maar daarachter zie je al Sieberg en ik denk Hansen gewoon overleggen van wanneer gaan we. En hier zie je ze gewoon vanuit vijfde positie. Dan roept Sieberg waarschijnlijk van kom we gaan. Nou, dan gooien ze er gewoon gas op, hè? Hier. En ze rijden 5 per uur bij de rest weg. Kijk, links zie je de mannen van Argos nog zitten. En op dit moment rijden ze van Lotto zo verschrikkelijk hard. Met nog 4 man. En het is eigenlijk nu nog maar een kleine kilometer. Het is een dikke kilometer hier, maar... En Greipel zit hier dus in vierde positie. Ja. Die zit prachtig geplaatst, zoals het heet. Ja, die zit perfect uit de wind. Sieberg komt nou aan de leiding. Die is 1,98 meter. Dus... Maar waar zit die kleine die Engelsman dan? Ja, die zit daar met Steegmans eigenlijk te ver. Dus Steegmans moet al een sprint rijden om hem naar voren te rijden. Ja? Die is hier net klaar en dan zit Cavendish daar op 5e positie. Ja, dit is Henderson. Het is 300 meter. Kijk, en nu zie je dat Cavendish eigenlijk al in de wind zijn sprint aangaat. Terwijl Greipel nog uit de wind en die komt nu pas in de wind. Ja, en dan krijg je nog even een professioneel kwakje mee van de man die van kop komt. Dus? En dan is het gewoon... Greipel, Sagan, Kittel, Cavendish. Dat zijn de eerste 4. Maar, kijk, dit gebaar kan je alles bij bedenken, want hij voelt zich ontzettend sterk. Wat wint nu? Het slimme van Greipel of het teamwerk? Het teamwerk? Ik denk dat die sprinters zo aan elkaar gewaagd zijn, Kittel, Greipel en Cavendish, dat je ziet dat de trein het verschil maakt. Als Cavendish in de positie van Greipel had gezeten,
had die gewonnen. Dat maar ze hadden één, twee man te weinig. Ja. Dat komt op neer. Ja, eigenlijk wel. Maar wat is er veranderd dat die klassementsrenners nu per se altijd vroeger was? Het, weet je wat, ja, die de laatste vijf kilometer, we gaan lekker naar achteren. Ja, bang voor natuurlijk dat er een gaatje valt, die paar seconden of zo. Want voorin is de kans op valpartijen, een hele erge valpartijen, ook heel erg groot natuurlijk. Het is natuurlijk al heel lang, zeg maar, dat klassementsrenners zich vooraan, dat is niet nieuw, denk ik. Nee, alleen nee, het is al 10 jaar of zo. Ja, door die valpartijen... Ja, het wordt steeds meer inderdaad wat je zegt. In de top 20 staan hè? Die mannen die blijven gewoon bij elkaar zitten. En je zou bijna zeggen dat ze het expres laten lopen, die 5 seconden. Van wij zitten hier bij elkaar en laten we maar sprinten, zolang we maar niet vallen. We hebben dus vanavond een nieuwe gele truidrager. Dat is een vent die komt uit Johannesburg. Zijn vader reed ooit in een beroemd shirt van een rally. Hij werd opgevoed bij een wielerclub in Marseille. La Pomme heette die. En hij reed bijvoorbeeld ook bij Barlow World. Maar hij maakte naam in de Ronde van Turkije. En dat was een vervelende ronde. In de Ronde van Turkije is het Theo Bos die Impe, die hier in het geel rijdt, aan de schouder raakt. Nou is er altijd een discussie over van greep hij hem of wil de Bos zichzelf beschermen. Theo heeft altijd geroepen van ik moest wel, ik kon niet anders. Maar een heleboel renners hebben toen gezegd van dat was geen fijne actie. Daar zullen we ons van onthouden, maar daar kwamen we voor het eerst toen die Impe tegen. Die stond op de tweede plaats in het algemeen klassement. En binnen de Green S-ploeg kwam er vanochtend een iets van tweet naar voren. Ja, Daryl Impe becomes first of African when to tour the agency. Want, daar hadden ze gezegd, die mannen, tegen elkaar. Is het niet leuk om Impe die gele trui te gunnen? Dat is toch heel merkwaardig? Hmm. Gerrans heeft dat gezegd. En Gerrans wordt dus, die had het opgezocht, achter de 30ste plaats zat hij. Ja, dus hij heeft net in dat tweede groepje terug laten zakken waar alle favorieten zaten. Of bewust niet meegesprint. Van hey, lekker dat gat ontstaat. En laat hem maar fantastische publiciteit voor de ploeg natuurlijk. Natuurlijk. Nee. Dus Impe, dus de eerste Zuid-Afrikaan. Nou, en dan, de eerste Afrikaan. Ja, Afrikaan, Zuid-Afrikaan. En dan, welk een toeval kan je dan hebben dat de ploegen van de etappenwinnaar, van de uitvaller van vanochtend en van de gele truidrager in één hotel zitten met één Nederlandse journalist daarbij, Hancock. Sorry to hear the news, man. Cycling, man. Ja, wat een dag. Ja. Dubbele gevoel, hè. Vanmorgen zaten we allemaal in zak en as, maar je ziet hoe snel het allemaal kan veranderen. Niet dat het allemaal vergeten is, maar de beste manier om te reageren is door zo te koersen en te winnen. Dat is de Tour, hè. Jammer genoeg is het de tweede keer dat we dat beleven. 2 jaar terug viel ook Van den Broek weg door een val. En won ook Gandé Grijpelt een dag nadien. Kan geen toeval meer zijn, hè? Nee, maar niet voor herhaling vatbaar, zou ik zeggen. This yellow jersey is really a team effort in your team, is it? Yeah, for sure. We won it in the team's time trial, and I wouldn't have won my stage without some great teamwork. So it's fantastic to be able to pass the jersey onto a teammate and keep it within the team. You throw it away just a few seconds ago. How does that feel? A little bit painful? Not at all. Not at all. It's just going in for a wash. But by no means did we lose the yellow jersey today. We just passed it on to a mate. So I'm really happy for Daryl that. Here's the privilege to wear it now for hopefully a couple of days. Ben ik aan deze nacht geen minuut geslapen van de zeer. Ja, ik heb 2 uur gezien, 3 uur, 4 uur, van 6 uur zijn ik wakker en het ging gewoon niet van de pijn en toen wist ik dat er iets niet klopte. What is the little one's name? Aiden. Aiden. How old is she? He. He's. Excuse me. He's two months old. So, no, he's a special, the first one and. Here he is. That was fresh from there. Oh, I know I can do it. I just move across the road. Keep the pace. No. We can't go faster. But there's also moments that you realize that the way
to the yellow jersey is a very long and hard way. Yeah, I mean, it's like you don't get these opportunities, and you know, it's been a long progression and a lot of the hard work and that. And some days you with cycling, you know, sometimes you question yourself why you're doing this sport, because it's so hard and victories are so hard to get. So, then the yellow jersey comes like this, and you forget about all those hard times. Dat was vreugde en verdriet in één hotel bij de Lottoploeg en bij Greenedge. Dat was de dag van vandaag. Nu de tafel van hier. Renier, ik heb vanmiddag tegen je gezegd, vind je het erg als ik jou een modale wielrenner noem? Nee. Dat is geen scheldwoord, hè? Nee. Dat vind je jezelf? Ja, ik heb mijn plek in het peloton, maar ik weet dat ik niet de grote verdette ben. En het zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren als je bijna 30 wordt. Dus. Maar ik vind het leuk. Ik heb al 5 jaar een contract, dus ja... Goed. Krijg je ieder jaar een 1 jaar contract? Ja, dus ja. Je moet er echt voor rijden? Ja, vorig jaar heb ik in december getekend. Dus dat is altijd wel... Zodra de koersen afgelopen zijn, dan wordt het wel vervelend als je nog geen contract hebt. Zolang de koersen er zijn, dan denk je van... Ah, als ik morgen win, dan is het goed. Maar zodra de koersen afgelopen zijn en je hebt nog geen contract... dan zijn de dagen lang. Kun je ervan leven, van contract? Ja. Je hebt je salaris gezegd. Ja. Maar dat vind ik wel belangrijk. Dat, als je dat wil zeggen, tenminste voor Nederland. Want wij denken altijd... Het zijn grootverdieners die erin rondrijden. Wat verdien jij per jaar? Ik verdien 30.250 euro. Dat is het minimum salaris voor een renner van een pro-continentale ploeg, zoals wij zijn. Zo. Ja. En de jongens die hier rijden, is daar een minimum voor? Ja, voor de pro-tour is het iets meer. Ik denk 40.000 euro. Maar ja, degenen die de tour rijden zijn natuurlijk al de betere uit de pro-tour ploegen. Ja. Dus. Kevin, dit zit op 2/14 miljoen. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Daar rij je soms wel eens naast. Ja, ja, zeker. Geregeld. Ja. Ja. Jij rijdt Luik bij Snakenluik. Ja. Dat is de grote wedstrijd. En jij komt in één groep binnen met? Met Froome. Dat is wel al een paar jaar geleden. Maar toen zag ik hem 2 jaar later in de Vuelta rijden. Toen heb ik wel even opgezocht of dat diezelfde Froome was die bij mij toen in die groep zat. Dus ja, die heeft echt een grote stap gemaakt 2 jaar geleden. Waar ben je op uit? Dat ooit nog iemand zal zeggen tegen je van Honig... Kom eens in een Nederlandse ploeg rijden, dan kunnen we je gaan gebruiken. Nou, ik heb veel blessures gehad. Ik ben nu blessurevrij. Dus ik hoop dat ik van de winter een goede winter kan rijden. En dan een goed seizoen rijden, blessurevrij. En dat is eigenlijk het enige wat ik... Je kijkt nooit verder dan een jaar. En als het in een Nederlandse ploeg, een Belgische ploeg of een Franse ploeg is... Dat maakt niet zoveel uit. Je hebt ook al in Italië gereden. Ja, klopt. Wat moesten de Italianen mee? Aqua e sapone. Ja, water en zee. Ja, water en zee. Ja, die, ik reed toen goed in Giro del Piemonte, werd ik 5e. En Lombardije zat ik in de vroege vlucht. En ja, die boden mij een contract aan. En ik dacht, waarom niet? Ik ga. En, had jij ooit van hem gehoord? Of kende jij hem als vriend van Wout? Nou, ik kende hem als vriend van Wout, omdat Wout dat tegen mij had verteld. Maar ik kende hem niet als renner. En dit verhaal? Nee. Wat zegt jou dat? Ja, wat zegt me dat? Heb jij een scenario van, als je, dus je zegt je leeft van jaar tot jaar, als je werkloos wordt, ja, je kan een uitkering hebben, maar kan je wat anders? Heb je geleerd, weet je van, nou ja, ik heb alternatieven. Heb je een vak? Ik heb geen alternatieven, nee. Dus ja, ik ben op dit moment fulltime wielrenner. Ik denk niet dat je daar echt mee bezig moet zijn op het moment dat je nog wielrenner bent. Dus. Maar denk je wel eens na over later? Nee. Is dat bewust niet? Misschien bewust, maar ja, zolang ik nog een contract heb, heb ik een contract. En wat er daarna gebeurt, dat zie ik dan wel. Ik ben er niet bang voor dat ik... Dat is je hele levensinstelling? Ja. Morgen is een andere dag? Ja. Leef jij ook zo? Als filmmaker? Nou ja, eerlijk gezegd ook, ja. Dus ik zie wel een beetje... Gelijkenissen, ja. Ja, nee, natuurlijk. Wat volgend jaar is, weet ik ook niet. Maar dat zal, als ik mijn best doe, zal er wel wat komen. En ik heb het idee, als er niets komt, dan heb ik niet mijn best gedaan. En dat kan ik alleen maar mezelf verwijten. Je hebt nu een echte, hele aardige documentaire gemaakt. Het zou echt heel goed zijn als Hilversum daar ook eens een keer aandacht aan besteden. Dat absoluut. Het een wat groter publiek zou krijgen. Ja. Ben je nu zo opgewonden door deze sport dat je hier misschien meer gaat laten zien? Nou... Ik moet me wel iets van het hart, inderdaad. Ik heb nooit echt een hart gehad voor wielrennen, voor een sport in het algemeen niet. Deze film heb ik gemaakt, die heeft me een stapje dichter bij het wielrennen gebracht. Maar vanmorgen is er eigenlijk iets in me losgekomen. Het was bijna een ontroering. Ik ben met Renier en met NOS een dag op pad geweest en we stonden bij de start.
En toen kwam het besef in één keer. We stonden voor de bus van vakantie Lai. En ik zag achter het hek, nog geen 4 meter afstand van de wielerhelden, een zwerver achter het hek staan. Een man in een pak, een zakenman. En een vrouw met 2 kinderen. Ik dacht, wat is dat mooi dat die mensen van verschillende niveaus bij elkaar aan het hek staan en genieten van de dag. Het is vrij toegankelijk. Je kunt naar dat hek toe lopen. Je kunt de renners aanspreken, aaien, een handtekening vragen. Ze maken een praatje. Sport is volksvermaak. Zo zou het moeten zijn. En als je een voorbeeld zou moeten noemen van een volksvermaak sport, hoe het zou moeten zijn, vind ik dat wielrennen. En dan was ik door ontroerd dat alle pluimages daar aanwezig mogen zijn. Dat is dan maar mooi gezegd, de Rebus. Mail het antwoord naar tourquiz@nos.nl en maak kans op mooie prijzen. En dan de oplossing van gisteren. Dit is Lady Di. En dit is natuurlijk Loes Luca. Die Luca? Die Luca! Piet Goossens uit Bergen op Zoom. Van harte, de prijzen komen uw kant op. Morgen wordt het heet, heter, heetst. En dat is altijd als je naar Albi fietst. Morgen is Albi de finishplaats na 205 kilometer en 4 kolletjes. Albi is voor de 10e keer finishplaats. 2 keer wint een Nederlander, Gerry Kneteman in 75. Geweldige, spannende strijd. Gerry Kneteman blijft voorop. En Gerry Kneteman gaat winnen. Fantastisch gedaan. 5e Nederlandse etappezegen in deze Ronde van Frankrijk. En 20 jaar eerder, in 1955, bekroont Daan de Groot een monstersolo met een zegen. Er waren nog geen 40 kilometers gereden toen het jongste lid van onze ploeg, de 22-jarige Daan de Groot, het op zijn heupen kreeg. Hij rende weg uit het peloton, nam een voorsprong die al gauw opliep tot 5 minuten en draaide vervolgens geheel alleen de resterende 160 kilometer van de etappe zo goed dat hij Albi bereikte met een fantastische voorsprong van ruim 20 minuten. En dat hij niet alleen kan fietsen, bewees Daan kort na de finish. Men noemt hem reeds de ontdekking van deze Tour. De Tour de France heeft de laatste jaren schitterende affiches. Het ene jaar nog mooier dan het andere. De beroemdste affiche kunstenaar ter wereld komt uit Albi, Henri Toulouse-Lautrec. In het museum dat zijn naam draagt hangen zijn bekendste werken. Naast de klassiekers als Aristide de Bruant en de Moulin Rouge heeft hij ook een affiche met wielrenners gemaakt voor een Britse kettingfabrikant. Die wielrenner die prominent staat afgebeeld is Constant Huret, de beste baanrenner van zijn tijd, maar ook de man die Bordeaux-Parijs won in een recordtijd die 34 jaar lang niet verbeterd werd. Hij was ook kanshebber om de eerste Tour in 1903 te winnen, maar een ongeluk op de baan een jaar eerder betekende het einde van zijn carrière. Dat is morgen, nu is vandaag. Het is hier goddelijk zacht. We zitten buiten Montpellier. Het is echt, het is idyllisch. Reinier, wanneer moet je weer koersen? Zondag, in Roeselare. Gewoon een kermiskoers? Gewoon een kermiskoers. Hoeveel man aan de start? Ja, dat hangt er vanaf hoeveel er zin hebben. En voor de centen rijden? Ja. Goed zo. Blijf jij fan van je neef? Absoluut, ja. Ja? Zeer zeker. Ja. En wat heb je geleerd hier? Wat heb ik geleerd? Ik heb de sport ben de sport anders gaan zien. En Leuk. Ik heb een gezonde neef kunnen zien die er weer volop tegenaan gaat. We gaan supporteren voor hem. Absoluut. Weet je wat ik geleerd heb? We hadden beelden. Zou je dat heel kort kunnen houden? Anders krijg ik ruzie met knevelen van de Blink. In zijn documentaire zie je prachtige luchtbeelden van Wout. Die zijn gemaakt vanuit drones. Ja? Die apparaten die zo polemisch zijn nu. Prachtige apparaten, waanzinnige beelden. Heel mooi. Allemaal te zien in de Retour. Nu over naar Knevel en Van der Brink vanuit Montpellier. Maar dat doen we via deze schone dame. En... Sorry, Thijs. Sorry, Andries. Proost. Proost. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, en dat heeft de Tour de France gewonnen. Dat zullen we niet snel vergeten. De 100ste Tour de France. 100 fragmenten.
Kies uw favoriet uit de Tour Top 100 op nos.nl/tour.